We have so many matches, and every match was even before was tight. Now it's tight, and he served unbelievable today. High percentage of first serve, and that serve, I tell you, goes so quick. Eerste set ging gewoon gelijk op met service. Niet zo'n goede tiebreak gespeeld. Tweede set speelde ik oké en Goran wat minder. Ja, Champions tiebreak, gewoon te veel servicepunten verloren. Dat was gewoon jammer. 10-7 volgens mij. Laatste punt had ik eigenlijk nog moeten winnen. En dan breek ik en dan kan ik misschien nog gelijk komen. Maar het was net aan. Het was maar een paar punten, maar hij speelde ze net iets beter dan ik. In the end, luckily, you know, I played some good points in the tiebreaker. And that was it. Het is het enige toernooi wat ik in de zomervakantie zou willen spelen en wat ik dus ook speel. Leuke sfeer en de laatste paar jaar kwam ik met mijn zoon. En dit keer kom ik met mijn vrouw. Dus het is even een leuk uitje of met mijn zoon of met mijn vrouw. Dus ik kijk altijd erg naar uit.